De man die in december 2010 een andere man neerschoot in het centrum van Eindhoven is ook in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. De schietpartij vond plaats terwijl de Serious Request actie van 3FM bezig was op de markt. De schadevergoeding die de man moet betalen aan het slachtoffer is wel hoger, in totaal 80.000 euro. Het slachtoffer werd van dichtbij geraakt in het bovenlichaam en liep daardoor een dwarslesie op. Volgens het Hof is er sprake van voorbedachte raden. Niet alleen heeft de man tijd genoeg gehad om zich te bezinnen op zijn daden, zo vindt het Hof, hij zou zelfs actief op zoek zijn geweest naar zijn slachtoffer.